Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers laat deze week weten nog 20 miljoen euro extra nodig te hebben voor de doorontwikkeling van de app. In februari van dit jaar spendeerde hij ook al 29 miljoen euro aan dit veelbesproken coronatoegangsbewijs. Het lijkt erop dat het moet gebeuren. Tegen alle democratische normen in is dit ook weer zo'n proces wat uitgezet wordt om dat toch maar voor elkaar te krijgen. Het zal ongetwijfeld ook te maken hebben met de plannen uit Brussel. Hè, van al die ongekozen technocraten die daar aan het bewind zijn. En het zal ongetwijfeld ook te maken hebben met het digitale persoonsbewijs eigenlijk wat vanuit Brussel uitgevaardigd zal gaan worden. En ja, dat heeft hele enge aspecten. Dat lijkt op een totale controle van de burger straks. En dat is iets waar we ontzettend alert op moeten zijn.